We zitten nog steeds met Jaap Schalekom, schrijver van diverse boeken. Waarom de politiek teleurstelt. En ook heeft hij een boek geschreven en daar is het eigenlijk wel mee begonnen. Tenminste, qua schrijven dan, qua zijn literaire carrière. Batavia en buitenlandse 20e eeuwen immigratie in Nederland. En merkwaardig genoeg, een van de grootste partijen, een van de medewerkers van de Hoeksteen trouwens van vroeger, Martin Bosma, is daar groot mee geworden. Met schelden op de immigratie. Tijdens deze campagne hoor je hem niet zoveel van. Hoewel Geert Wilders heeft gezegd, dat geloof ik, het de schuld van de Europese Unie is dat er massale vliegtuigen met buitenlanders iedere dag binnenkomen en die geen enkele kans hebben. Dat zijn de feiten. En jij hebt onderzocht die hele immigratie 20 eeuwen. En ik heb al geleerd op de lagere school dat de eerste bewoners van Nederland kwamen bij Lobit de Rijn afgezakt. Is dat zo? Heb je het? Want jij hebt onderzocht, hoe zit dat precies met immigratie in Nederland? Immigratie heb ik inderdaad, laten we zeggen, over de hele spannen van tijd onderzocht, waardoor je kunt zeggen waar komen de Nederlanders vandaan. Dat zou eigenlijk de titel van het boek ook hebben kunnen zijn. En dan begin ik inderdaad bij Batavia, bij een oerbevolking die dan op 40.000, 60.000 wordt geschat. En dan inclusief de Batavia op een gegeven ogenblik op 75. Althans, dat wil de reguliere wetenschap, het is niet mijn vak, maar ik schatte ze uit mijzelf al op 60 tot 80, dus je zit gauw in de buurt. Heel Nederland, een stad als Horend. Precies, precies. Lobit, dat is een verdichtsel uit de... Dat is een verzinsel. Daar is geen basis voor, geen geschreven basis voor. En ook geen overlevering trouwens. Maar wij weten veel van een Romeinse schrijver als Tacitus, die van alles heeft opgemerkt over Germanië, waar ons land ook bij hoorde. En ik heb, om de bevolking van Nederland te volgen, binnen de grenzen van wat nu Nederland is natuurlijk, want dat is ook een heel betrekkelijk... Dat is een paar keer veranderd. Exact. 150 jaar geleden de Belgen zien nog tegenwoordig onrecht afgeschreven. Precies. Of is dat Limburg erbij moeten... Wat is er Limburg erbij moeten geven? Limburg had het, zij bij België, zij bij Duitsland gehoord, eigenlijk. Maar goed. Duitsland misschien ook nog wel. Nou ja, goed, laten we dan verder. Ja. Ga door, ik onderbreek. Nou, in ieder geval, ik heb de grenzen genomen, ook in de tijd van Caesar al, 2000 jaar terug, die nu de grenzen van Nederland zijn. Ja. En ik heb opgetekend wie in die tijd binnengekomen zijn. Want één ding is natuurlijk wel betrekkelijk eenvoudig vast te stellen. Als je weet dat er 60.000 of 80.000 zijn rond het begin van de jaartelling. En je weet dat het er nu 17 miljoen zijn. Dan weet je wel wat er gebeurt. Hoewel... Nou, dat kan ook gewoon voortplanting zijn. Juist. Buitengewoon intelligente opmerking. Dat heb ik... Na enig nadenken pas in de gaten gekregen dat zou kunnen, maar dat is niet zo. En dat weten we doordat er in verschillende tijden zoveel mensen geregistreerd binnengekomen zijn. Ja, laten we bijvoorbeeld, we zitten hier in Amsterdam, als voorbeeld Amsterdam nemen. Daar zijn af en toe grote groepen, Amsterdam is eigenlijk groot geworden in de tijd dat er enorm veel België heen kwamen. Absoluut. Uit de 80-jarige oorlog is bekend dat in 1585 de Nederlanden waren doemde zich te bevrijden van het Spaanse gouvernement, zullen we maar zeggen. En in 1585... alles wat erbij hoort. Ja. En hervorming natuurlijk, vrijheid van geloof en zo. En dat is in 1585 gevallen, Antwerpen. Dat betekent dat alles wat daar geld en kennis had, ergens heen moest, waar ze zich wel konden waarmaken. Namelijk niet meer onder die Spanjaarden, want daar gebeurde gewoon weinig. Ik bedoel, daar hadden zij niet de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, omdat het windgewesten waren, in feite koloniën van Spanje. Ja. Net zo goed als Catalonië dat was, of Portugal, niet waar? In die orde. En Catalonië is niet zelfstandig geworden, Portugal weer wel, en de Nederlanden ook, maar dat is een historisch toeval, in zekere zin. Ja. Maar goed. En Baskeland ook niet, maar laten we toch over. Dat is nooit onderworpen geweest, echt. Ja. Maar goed, Bilbao en zo. Maar terug naar Amsterdam. Die hele meute, Portugese Joden, de Antwerpse bankiers, al die namen, die komen daar vandaan. Ja. Die komen daar vandaan. En die begonnen met die handelsrelaties kwamen ze naar Amsterdam toe. En die stad die is drie keer zo groot geworden in een eeuw, niet waar? Ja. En daar was ook al een behoorlijke bevolkingsregistratie. En daarom weten wij ook hoeveel het er waren. En hoeveel... als je nou buiten Amsterdam, als je nou in heel Nederland neemt,
de verhoudingen, van de herkomst van de mensen, zijn er wel wat Scandinaviërs en Britten bij. Hè? Wij nemen namens Carmichaels of Hamilton of Silverton Hill, dan weet je wel waar iemand vandaan komt, niet waar. Maar de meeste heten toch Bauer of Steinman of dat soort namen. En het Schalekamp bijvoorbeeld komt ook van die kant, om maar wat te noemen. En je hoort het niet altijd aan de naam. Vaak zijn ze een beetje vernederlandst, maar het is volgens mijn berekeningen zo dat van de Nederlanders in 1960, dus er was er nog geen nieuwe buitenlander te zien, zou ik maar zeggen. Weinig. Nou, je Spaanse, Joegoslavische gastarbeiders, maar goed. Dat begon in 1960. Ja. Niet daarvoor. Begon in 1960 pas. Okay. Maar die is dan bovendien weer teruggegaan. Ja. De Grieken, de Tunesiërs, de Portugezen, de Spanjaarden, die zijn weer vertrokken. Maar goed, nee, maar je hebt in principe natuurlijk gelijk. Maar wat ik dus bedoel, niet waar, is de autochtone Nederlandse bevolking, de echte Nederlanders. Nou, dat zijn dus allemaal mensen, dat zijn Hugenoten en Duitsers en Vlamingen. Die werden allemaal duchtig gediscrimineerd. Konden geen publieke functies hebben en dergelijke. Daar is niks van bekend, althans aan het grote publiek niet. Maar het is wel waar. Ja, de Joden ook nooit. Exact. Geen bepaalde beroepen niet toegankelijk voor ze. Die gilden die sloten dat. Die sloten dat af. Die waren, dat was een conctie, een kartel. En je kunt zeggen dat van de Nederlanders, als je het even in cijfers rekent, volgens mij berekend, zijn nog geredeneerde schattingen natuurlijk, driekwart van de Nederlanders van 1960, dus niet daarna, maar driekwart van de vroeg oude Nederlanders, driekwart van hun genetisch materiaal, zou ik maar zeggen, komt uit het buitenland. Komt niet van de binnengrenzen van het huidige Nederland. Driekwart. En het zal in de gezien de ontwikkeling na 1960 zal het niet veel meer. Het zal niet minder worden. Het zal niet minder worden. Dat is correct. Maar het is dus een enorme massaliteit, die herkomst van buiten. Ik trek er geen conclusies uit. En het is een waardeoordeel. Van hoeveel nergens zorgen over te maken. Maar dit zijn gewoon de historische feiten. En wat je dan verder van die nieuwe immigratie vinden mag, daar zitten ongetwijfeld haken en ogen aan. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Dit moet je ook in het plaatje betrekken. Want dat is onze eigen achtergrond. Die mensen werden hier als Westfalen met de nek aangekeken. En wat ze zeggen van Nederlands patriciaat, weet je wel, het blauwe boekje, zeggen ze Nederlands patriciaat in die kringen, van het blauwe boekje, Nederlands patriciaat, Westfaals proletariaat zou je bedoelen. Daar heb je het al, begrijp je het goed, gewoon allemaal van. Nou, driekwart komt dus van buiten, en dan komen van die massa, van buiten, van die voorouders van ons, van jou en van mij, komen er net wat meer uit Duitsland en achterland, niet waar? Polen. Juist, en Tsjechië en dergelijke, weet je wel. Zwitserland zijn ook nogal wat, voor het geloof en zo. Of huurlingen die er gebleven zijn. Heb ik ook aan mijn vaders kant bijvoorbeeld. Een Duitse immigrantenfamilie oorspronkelijk, met veel Frans bloed. En mijn moeder komt dus uit Bern. Maar het is iets meer Duits dan Belgisch-Frans in Nederland. Maar driekwart is sowieso uit het een of uit het ander afkomstig. Het is maar best te kijken, zodat u het weet, wij zijn eigenlijk allemaal Duitsers. Of zijn de Duitsers, wat toch een broedervolk van ons is, de Duitsers. Die spreken namelijk ook een soort dialect van het Nederlands. De Duitsers zijn eigenlijk ook Nederlanders. Maar ja, met een Europa. En onder leiding van onze premier Angela Merkel. En interessante materie, we zouden uren kunnen doorpraten, maar de zendtijd is beperkt. Je wou nog één ding. Ja, maar op één ding. Je weet wat Reven zei. Nederlanders zijn moffen die melk drinken. En met deze wijze woorden, met een citaat van welke reden word ik, Paul of Gerard? Gerard schat ik. Gerard, want Karel heette van het, zoals je weet. Ja. Reef heeft ook wel eens gezegd, ik ben schrijver, ik moet mijn oor te luisteren leggen in de wijken, wat het volk vindt. Wat vindt het volk? Wat vindt het volk, weet je niet? Dat het niet gekker moet worden. Nee. Wat, ik leg mijn oor te luisteren, en wat vindt het volk? Niet veel goed. Zoveel is zeker.